Dit is de HP DeskJet 2540. Het is een hele fijne all-in-one printer voor gebruikers die zo af en toe wat willen printen. Naast printen kan hij natuurlijk ook kopiëren en scannen en dat maakt het een heel veelzijdig apparaat. En de installatie ervan is echt super makkelijk door de kabel erin te steken en hij installeert voor de rest alles wat hij nodig heeft zelf. Nou, hij heeft ook nog eens wifi, dus je kan ook nog eens draadloos printen. En mocht je dat willen, heb je dus helemaal geen kabels meer nodig. Nou, hij print op verschillende formaten, zo kan je op standaard A4 printen, enveloppen of fotoformaat. En je kan ook printen vanaf je smartphone of je tablet. Wat natuurlijk heel handig is als je de app installeert. De cartridges die erin zitten zijn ook verkrijgbaar in XL. En dat betekent dat je meer kan printen voor minder geld. Maar let er wel op dat hij geen ingebouwde papierlader heeft. Hij heeft alleen een topinvoer. Dus hij is niet zo heel compact en hij zal niet zo heel makkelijk in een laadje passen mocht je dat willen. Nou, hij heeft een hele gemakkelijke interface aan de bovenkant. Dit is aan en uit, het annuleren van taken, de wifi-knop, het kopiëren in zwart-wit en kleur. En hier zie je of je inktpatronen bijna leeg zijn. Dit is die invoer waar ik het net over had. Daar kun je dus verschillende formaten in doen door die kleine hengel hier naar links en naar rechts te schuiven. En dit is de uitvoer. En hier onder de klep zit uiteraard de scanplaat. Nou, zou je nou meer willen weten over deze printer of zou je hem gelijk willen aanschaffen? Ga dan naar printershop.nl of .be of kom langs in een van onze winkels.